Tony, zijn die geëvacueerde bewoners inmiddels al wel weer naar huis? Jazeker hoor, die zijn weer teruggekeerd, hebben inderdaad vannacht allemaal ergens anders geslapen. In hun huizen ruikt het nog behoorlijk naar rook. Dat wordt allemaal heel keurig schoongemaakt, maar ze kunnen vannacht wel weer in hun eigen huis slapen. Oké, de wagen zien we achter jou daar. Het was een flinke fik, hè. Heeft de omgeving ook schade opgelopen? Kan de kermis vandaag wel weer open? Nou, dat is nog zeer de vraag. Daar wordt druk over vergaderd. Of de kermis inderdaad open gaat, dat horen we waarschijnlijk later deze ochtend of ergens zo rond het middaguur. Maar op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over. Ja, de kermisattractie was pas een jaar oud en kostte 4 ton, heb ik begrepen. Dat lijkt me een flinke tegenvaller voor de eigenaar. Hoe is het met hem? Ja, die is er behoorlijk beroerd aan toe. Hij is heel erg verdrietig, moest ontzettend huilen. Het is een wrak. Het is de derde kermis waar deze attractie op staat. De burgemeester die sprak hem vannacht ook al. De man is heel erg verdrietig daarover natuurlijk. Naar zijn eigen zeggen is het al een keer eerder gebeurd met een eerdere attractie. Dus dat maakt het nog triester. Ja, Tony, wat gaat er nu gebeuren met die uitgebrande wagen? Die uitgebrande wagen, ja, daar is helemaal niks meer mee te beginnen. In ieder geval niet met deze kermis. Die wordt zometeen weggesleept. En dan is het afwachten, zoals ik eerder al zei, of de rest van de kermis nog wel open gaat vandaag. Oké, we gaan het zien. Tony, dankjewel.